Even buiten wijk Beduursteden aan de Wijkersloot staat een grote omgrachte boerderij met de naam De Vogelpoel. Thans Bed & Breakfast De Vogelpoel. Deze boerderij is een belangrijk monument en heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot in ieder geval 1380, het jaar van de vroegst bekende vermelding. In de 14e eeuw was De Vogelpoel een belangrijke hofstede. Hij was versterkt en er lag een gracht omheen. Dat bewijst dat het geheel meer was dan alleen maar een boerderij. Sommige onderzoekers spreken zelfs over kasteel of versterkt edelmanhuis. Het mocht dan weliswaar een boerderij zijn geweest, het complex had ook een belangrijke representatieve functie. De Vogelpoel is met name bekend door het feit dat het huis in de Tweede Wereldoorlog een onderduikadres was. De boerderij is dan in eigendom van de familie van Bemmel. Toon van Bemmel was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog de spil van het Wijkse verzet. Vanuit de boerderij werden acties tegen de Duitsers ondernomen. Verzetslieden, Engelse piloten en ook buitgemaakt Duits materieel werd in de Vogelpoel ondergebracht. Het is onbekend of ook Joden er een veilig onderkomen hebben gevonden. Als herinnering aan die periode, het verzet tegen de overheerser en de rol van de Vogelpoel als onderduikadres, is kort na de oorlog een gevelsteen in relief op basis van een tekening van de Wijkse kunstenaar J.R. van Nijendaal aangebracht. Het stelt de maagd Maria voor die een slang, de vijand, vertrapt. Verder zijn onderduikers afgebeeld en ook drie verzetsmensen die met een radio bezig zijn. Ook zien we de vredesduif. Fruitbomen en vee staan symbool voor het boerenleven. Na dit mooie monument vliegen we door naar de bouwplaats van het Vikingschip.